Goedemiddag iedereen. Namens de directie van het ziekenhuis wil ik jullie allemaal welkom heten op dit kerstconcert in het atrium van het AZ Marie-Middelares. Dit concert kan live gevolgd worden door onze patiënten via het infokanaal in het ziekenhuis en is ook beschikbaar via livestream op Facebookpagina van het ziekenhuis. Nadien kan dit concert nog altijd herbeluisterd worden via Facebook. Wij hopen met dit kerstconcert hoop en troost te brengen voor de vele patiënten en hun familie in het ziekenhuis. Langs deze weg wil ik ook namens de directie van het ziekenhuis een woordje van dank brengen aan alle zorgverstrekkers, medewerkers, vrijwilligers en studenten. Wij willen jullie bedanken voor de inzet en flexibiliteit in deze moeilijke tijden. Wij hopen net als jullie dat er licht komt aan het eind van de tunnel en dat we samen nog sterker uit deze moeilijke periode komen. Onze muzikus op de piano deze namiddag is Floristan Batailly. Floristan studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Hij vervolmaakte zich na zijn masterdiploma nog 3 jaar als concertmuzikus met grote onderscheiding. Floristan volgde regelmatig cursussen en masterclasses bij gerenommeerde muzici. Meer info over Floristan is beschikbaar op zijn website www.floristan.be. Langs deze weg wil AZ Marie-Middelares jonge muzici de kans geven om aan hun talenten te werken en te exploreren. Floristan, het woord, of beter de muziek, is aan u. Dames en heren, hartelijk welkom hier in het AZ Marie-Middelares voor een pianoconcert. Het is een kerstconcert dat ik speciaal zal spelen voor het personeel, maar ook voor iedereen die hier vandaag in huis is. Het is een programma waar ik een aantal eigen composities ga linken aan bestaande stukken van grote bekende componisten. En beginnen zal ik doen met zo een stuk van een bekendere componist. De rode draad voor dit concert is de natuur. Waarom de natuur? We zijn met z'n allen massaal terug de natuur ingevlucht, omdat heel veel anno 2020 niet meer mag of niet meer kan. Natuur en wandelen en noem maar op, dat gaat natuurlijk wel nog. En vandaar dat ik wil starten met een prachtig stukje zonlicht. Waan u even in Argentinië, want ik ga een stuk spelen van Astor Piazzolla, Milonga del Angel. Dit is muziek die eigenlijk verband houdt met tango muziek en dus een ideale opener voor dit concert.
Voilà. Na deze Argentijnse zon gaan we even verder met de regen. Regen is net zoals vandaag, ja, een beetje alomtegenwoordig. Het was een heel grijze dag vandaag. We hebben de zon helaas niet veel gezien. Maar misschien heeft regen ook nog wel een positieve bijklank. Het heeft altijd al veel inspiratie geboden aan kunstenaars, aan schilders, maar zeker ook aan muzikanten. Een heel bekende componist uit Polen en Frankrijk later, Frédéric Chopin, ging aan de slag met de regendruppel. Een regendruppel die de hele tijd bleef doordruppelen in zijn compositie. En die compositie heeft dan ook als bijnaam de regendruppelprelude gekregen. En die ga ik vandaag nog voor u spelen. Thank you.
laat u meevoeren op de rivieren van klank. Debussy is met vaktermen een impressionist. Daar hoor je impressie in, dus indrukken. Het gaat om sfeer, het gaat om kleur, om harmonie. En dat is wat deze muziek zo bijzonder maakt. Een stuk minder concreet dan bijvoorbeeld die Chopin van Zopas. Dus ik zou zeggen, geniet met volle teugen van Clair de Lune van Claude Debussy.
Zo, dames en heren, dit waren drie composities van bekendere componisten. Ik ga nu verder met muziek van een nog levende componist. Althans, ik denk het toch. Ja, ik mag mezelf als levend componist beschouwen. Als er iets mis zou gaan, dan ben ik op de best mogelijke plaats, denk ik, hier in het ziekenhuis. Maar zover zal dat niet komen. Ik heb een paar eigen composities meegebracht. En in mijn eigen muziek zoek ik altijd naar zaken die mij in het leven op een bepaalde manier hebben beïnvloed of een bepaalde indruk hebben nagelaten. Zo met dit eerste stuk. Dit stuk is vrij recent en het heet Moving Day. Waarom Moving Day? Dat is Engels en dat kan je op twee manieren vertalen. Ten eerste een bewogen dag, ik denk dat we er allemaal af en toe zo een meemaken. Maar ten tweede ook verhuisdag. En dat is voor mij van toepassing geweest. Begin deze maand ben ik verhuisd in volle lockdown met alle winkels dicht. Het was echt een feest, kan ik u verzekeren. En dat heeft een aantal emoties bij mij losgemaakt. En vandaar ben ik in de pen gekropen en schreef ik Moving Day. Dus hier komt Moving Day door mezelf.
Dank u wel, dames en heren. Ik ga verder met opnieuw een eigen compositie. Het is mijn meest recente werk, moet ik zeggen. Het had tot voor een week nog geen titel. Ik heb het dan maar Tempest genoemd. En dat past dan eigenlijk ook nog eens wonderwel in mijn natuurthema van vandaag. Tempest is Engels voor storm of onweer. Dus ja, we gaan eigenlijk een trapje verder dan die regendruppelprelude van Chopin. Wat gaat u horen? Het begint met een plensbui. Hè. De regen is goed zijn werk aan het doen. Maar zoals dat gaat met een onweer, dat wakkert aan. Dat wordt dan stevig en stevig tot het echt wel een wolkbreuk wordt met donder en bliksem, alles erop en eraan. Maar ook typisch aan een onweer is de onvoorspelbaarheid ervan. En als je in het oog van de storm bevindt, dan heb je eigenlijk geen idee van wat er met de storm verder zal gebeuren. Want dan lijkt alsof alles in orde is, maar dan kan heel snel het onweer weer losbarsten. Maar gelukkig, al is de regen nog zo fel, aan het einde breekt de zon door de wolken.
Dank u wel. We gaan verder met een werk dat ik ook tijdens de eerste lockdown heb geschreven. Het heet Last Night, of De Laatste Nacht. Waarom De Laatste Nacht? Wel, toen op 18 maart alles plots dicht moest, dan overviel denk ik de meeste mensen een gevoel van oei, en wat nu? Hoe gaan we onze tijd nu moeten indelen? In mijn geval, ja, als muzikant zijnde, ik ga heel graag naar concerten, voorstellingen, noem maar op, tentoonstellingen, zaken die zich s'avonds doorgaans afspelen, ook ja, restaurantbezoek enzovoort. Dat zijn dingen die ik heel graag doe. En dat kon dan natuurlijk voor een hele poos niet meer. Nu. Dat is helemaal niet erg en samen geraken we daar wel door. Maar ik vond dat toch voer genoeg om een stuk te maken om al die gevoelens daar rond eens samen te vatten. En dat is Last Night geworden. Thank you.
Dankjewel iedereen. We zijn toegekomen aan het laatste stuk voor dit concert. En ik zal opnieuw een eigen compositie spelen. Het heet Repeat, of herhaling. En waarom dat zo is, dat zult u snel genoeg merken. Bijna de hele compositie is opgebouwd rond dezelfde noot, de Si. Dat is deze. Bijna de hele tijd gaat hij die noot gepulseerd door het stuk voelen. En ik vind dat misschien wel een mooie afsluiter voor een periode waarin veel dagen een beetje lijken op elkaar. Er is soms moeilijke afscheiding tussen weekdag of werkdag of weekend of feestdag. Heel veel dingen lopen door elkaar. En vandaar dat dat gevoel dat alles een beetje op repeat staat, dat is misschien een fijne afsluiter met een knipoog, zeg maar. Voor ik aan mijn laatste stuk begin, wens ik graag iedereen te bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. U natuurlijk, de kijker slash luisteraar, de mensen hier in het atrium aanwezig. Het is een plezier en een genot om voor publiek te mogen spelen, zij het op deze manier. Ik wil ook heel hartelijk de directie en alle medewerkers van het AZ Maria Millares bedanken voor de kans die ze mij hier bieden. En ik wens iedereen heel fijne feesten, maar houd klein, fijn en gezellig. Repeat. Tot de volgende keer.
Dankjewel, Floristan. En alle mensen die zijn blijven kijken, dankjewel. Hopelijk hebben jullie er iets van genoten. Ik heb wel vernomen dat de geluidskwaliteit ietsje minder was via de livestream. Ik kan u alleszins vertellen, hier in ons atrium klonk het ongelooflijk. Ik wil nogmaals benadrukken mijn dank naar al onze medewerkers in het ziekenhuis in deze moeilijke periode. En natuurlijk ook onze patiënten en hun familieleden, dat men toch een beetje troost kan vinden in de muziek in deze kerstperiode, die toch wel een beetje anders is dan andere jaren. Dank u wel en misschien tot de volgende keer.